Hey allemaal, nou, ik ben nu backstage bij Bessensap en het is hier volop losgegaan. Kom even met me mee en dan gaan we kijken wat er zo aan de hand is. Hey, hallo. Ik zie jou. Je gaat toch niet weg? Waar ga je heen? Is daar niet de... Tjoep, tjoep. Zouden ze toch bijna te laat komen bij een sessie? Dat doen we dus hier niet. Dames en heren, Spinoza laureaat op rechts. Evelien Kroonen, hoe voel jij je vandaag? Ja, overdonderd, geweldig, fantastisch. Ik heb er gewoon geen woorden voor. We zijn op zoek naar de Groenzaal. Dat schijnt een hele interessante sessie te zijn. Ik heb alleen geen idee waar de Groenzaal is. Dus ik ga er maar even vragen, denk ik. De Groenzaal. Ik weet het echt niet. Want wat die man daar aan het uitleggen was, is dat allerlei meubelstukken vroeger andere kleuren hadden. Maar kleuren vervagen natuurlijk enorm. Dus hoe weet je nou wat voor kleur iets vroeger had? Heel gaaf. Als dagvoorzitter moet je natuurlijk overal een kijkje nemen. Dus ik baal er een beetje van dat ik niet de hele sessie die daar gaande is in de plenaire zaal af kan kijken. En het ging een beetje over de verjongingskuur. Hè? En hoe ver zijn we van muis naar mens? Want soms werkt iets prima op muizen. Durf je het als mens dan al uit te proberen? Heel gaaf vraaggesprek gaande daar. Maar we hebben ook een zaaltje in de gracht liggen. En er is nu een sessie gaande over de fabriek van de toekomst. Nou, dat was heel interessant. We hebben toch wel allemaal nieuwe dingen geleerd. Nee. Niet te snel weglopen hoor. Wacht even. Ze wil echt niet. Ja. In één woord. Nou, heel interessant, dus twee woorden. Ja, meneer, wat? Ik heb op jou gewacht. Oh, echt? Ja, speciaal op mij. Een gesprek blijven voeren over wetenschap, dat doen we vandaag hier op Bessensap. Dankjewel.